Hi, superleuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik met jullie een nieuwe trendeditie uittesten van Essence, namelijk de Jurassic World editie. Dit is een editie die weer limited editie is, dus die dus tijdelijk verkrijgbaar is. Ik ga je in deze video wat meer informatie geven over deze collectie. En uiteraard gaan we de producten samen proberen om te kijken of het de moeite waard is om hier eventueel voor naar de winkel te gaan. Dus mocht je benieuwd zijn naar de producten die ik ga testen en wat ik ervan vind. En of deze editie leuk is om aan te schaffen, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Laten we beginnen met wat meer informatie over deze trendeditie. De nieuwe film van Jurassic World die draait op dit moment in de bioscoop. Dat is de Jurassic World Dominion. En omdat die dus in wereldpremière is gegaan, is Essence met een bijpassende trendeditie gekomen. En deze producten die zouden zorgen voor een coole look. En zijn geïnspireerd op een stijlvol dinosaurusontwerp. Daarom hebben ze dus deze trendeditie uitgebracht. Laat ik allereerst even de producten laten zien die ik heb. Ik heb allereerst voor de fun een heel leuk armbandje. Dat is deze. Hier zit een dinosaurusje aan. Die voel ik gewoon heel erg schattig. Deze heet de naam 01 Qualified Dinosaur Expert. En er zit dus gewoon... hij is verder van touw. Er zit dus een dinosaurusje aan. Je had trouwens ook nog kwasten en een sponsje in deze trendeditie. Ik heb dit allemaal niet gekocht, want ik vind de kwasten van Essence qua kwaliteit gewoon niet geweldig. En ik heb zelf de laatste jaren echt geïnvesteerd in goede kwasten. Dus ik heb de kwasten laten zitten, omdat ik toch al weet dat ik die niet meer zal gaan gebruiken. En ik ze niet fijn vind. Dus ja, dat vind ik een beetje zonde van het geld en een sponsje. Ja, ik zou liever investeren in een wat dure sponsje, omdat ik die ook vaak niet fantastisch vind. Ik heb allereerst hier een highlighter, dat is deze. Ik vind de verpakking heel tof met die dinosaurus die erop staat. Deze heeft de naam 01 Extra Crispy gekregen. Mocht je mijn vlogs volgen, heb je kunnen zien dat deze in eerste instantie kapot aankwam. Ik heb deze collectie besteld bij de Bougie Shop. En na contact te hebben gehad met de Bougie Shop, kreeg ik heel netjes een nieuwe opgestuurd. En deze is heel leuk, want hij heeft aan de binnenkant een soort dino-schubben. Die erop staan en er staat rrr in. Super leuk. Ik zal de prijzen trouwens ook eventjes in beeld neerzetten wat ze kosten. Zodat je dat ook weet. Dan heb ik een oogschaduwpalette. Deze is ook heel leuk vormgegeven. Rood met een beetje goud schubbenpatroon en dus een gouden dino. Deze heeft de naam 01 Have a Raw Sunday gekregen. In dit palette zitten... 9 kleurtjes. Het enige wat ik een beetje mis is een spiegel. Maar ik vind de binnenkant ook wel heel leuk met dat rrr en die dinosaurus. Maar een spiegeltje was misschien een leuk extraatje geweest. Deze is gemaakt van karton trouwens. Dan heb ik een mascara. Dit is de Eye of Extreme Limited Crazy Volume Mascara. Dit is geen nieuwe mascara, want deze mascara zit al in het vaste assortiment. Maar ze hebben dus nu een limited editie uitgebracht. Deze heeft verder geen naam gekregen, maar ziet er heel leuk uit. Een gouden huls en dan zie je hier een dinootje zitten. Dus dat maakt hem dus limited editie. En het laatste product wat ik heb, dat is een pH Reacting Lip Glow. Deze ziet er ook weer heel leuk uit. Deze heeft de naam 01 Run gekregen. En dit is dus weer zo'n product die zich aanpast aan de kleur... De pH-waarde van je lippen, moet ik zeggen. Nou, ik zal even een spiegeltje gaan pakken en dan gaan we gewoon de producten eens eventjes proberen om te kijken wat ze doen op mijn gezicht. Zo, de haarband is in. Ik heb een spiegeltje erbij en we gaan beginnen met de highlighter. Ik zal hem eerst even swatchen. Dat is misschien wel handig, zodat we al een beetje kunnen zien wat de pigmentatie doet. Ik vind hem echt zo leuk vormgegeven. Hij is een beetje goud, zoals je kan zien. Ik weet niet of jullie hem heel goed kunnen zien. Ik zie hem heel lichtjes. Dus ik denk wel dat het een highlighter is die je op moet bouwen. Hij zit dus hier. Maar ik weet niet of het heel goed overkomt op de camera. Maar goed, we gaan het gewoon even bekijken. Ik heb mijn kwastje. Dat is wel handig, maar we hebben hem nou weer neergelegd. Die had ik. Ah, hier is die. Ik neem gewoon wat op mijn kwast op. Oh.
Er komt best wel veel van af wat ik zo zie. Laten we hem aanbrengen. Ik breng hem gewoon hier aan. Goed kijken hoor. Ja, ik zie wel een lichte glow al komen. Het is niet gelijk super intens. Maar dat maakt op zich niet uit. Goh jongens, ik ben net een tijger met dat haar. Mijn haar moet even getemd worden. Het is zo wild. Ja, hij is subtiel, maar ik vind hem wel leuk. Ik vraag me alleen wel af of die voor iedere huidtype geschikt is. En dan bedoel ik qua kleur. Want ik denk als je zelf misschien wat donkerdere huid hebt, dat die nog mooier uitkomt als dat je heel licht bent. Maar op zich ziet hij er wel mooi uit. Je ziet echt wel een hele lichte glow komen. Hij is niet heel intens, maar lichtjes. Zou je hem nou heel intens willen hebben, kun je er ook nog voor kiezen om je kwastje een beetje nat te spuiten met wat fixing spray en hem dan aan te brengen, want dan wordt de kleur vaak nog intenser. Maar ik vind het wel belangrijk om hem te testen, om te kijken of dat de glow ook komt zonder dat je een kwastje nat spuit, want dan help je eigenlijk het product. En ik vind het niet zo eerlijk om dat nu te doen in een video. Maar als je hem lichtjes opbouwt, zie je echt wel wat glow komen, maar hij is niet heel intens. Dat moet ik erbij zeggen. Puntje van mijn neus doe ik altijd een beetje. Vind ik wel mooi. Zo. Laten we hem een beetje doorlopen. Ja, ik wil toch een beetje glow hebben. En het cupido boogje doen we ook een beetje. Zo, dan zit die erop. Dus dat is deze. Ja, ik vind de glow leuk, maar hij had nog intenser gekund. Dat moet ik erbij zeggen. Dan gaan we gelijk door naar de ogen. Het oogschaduwpalet. Ik zal allereerst even een paar kleuren swatchen en daarna zal ik jullie inzoomen om een look te gaan maken. Ik zit hier met zo'n vervelend plakbandje. We gaan gewoon even een paar kleurtjes oppakken. Zo, ik heb ze op mijn vinger zitten. Dit is de pigmentatie. Ik hoop dat jullie het goed kunnen zien. Ja, het is niet zo heel intens wat ik zo zie. Maar we gaan gewoon kijken of we het op kunnen bouwen. Om te kijken of het dan heel intens wordt. Ik ben zelf wel benieuwd wat je kunt doen als je dingen opbouwt. Dus ik ga jullie wat inzoomen en dan gaan we gewoon kijken wat voor ooglook ik ermee ga maken. Zo, jullie zijn ingezoomd. En ik heb besloten dat ik een combinatie wil. Dat ik in de arcadeboog ga beginnen met de gele kleur. Dus deze. Ik zal niet per se een look maken die misschien heel erg bij Jurassic World past. Maar oké. Okay. Ik doe gewoon even wat ik leuk vind. Dus die ga ik aanbrengen in de arcadeboog. Je ziet hem al wel komen, maar hij heeft wel wat opbouw nodig. Daar ben ik wel van overtuigd. Ik ga er gewoon lichtjes overheen. Ik heb mijn ogen trouwens van tevoren al even geprimd hoor. Ja, ik doe wel even wat laagjes hoor, want ik vind wel even dat hij eventjes lekker mag opbouwen. Hij is vrij licht, maar ik vind hem niet heel verkeerd. We doen natuurlijk ook de andere kant. Het zou een beetje raar zijn als we maar één kant doen. Maar ik vind wel echt pas dat hij tot zijn recht komt naar meerdere laagjes. Dat moet ik wel bekennen. Ik ga hier trouwens ook nog een blogpost over schrijven en dan zal ik er ook nog een andere ooglook mee maken. Alleen deze blogpost komt iets later online dan deze video. Ja, ik vind hem op zich leuk. Je ziet hem ook echt wel, maar hij is niet heel intens. Maar ik vind het op zich wel een mooie kleur voor de transitie.
Dan ga ik op het lijntje waar ik mijn oog eigenlijk een beetje fijn knijp. Normaal ga ik deze roestkleur aanbrengen. Dat is deze. Ik vind het een beetje een roestkleur. Die gaan we daar aanbrengen. In sommige zit dus ook een patroontje gedrukt. Sommige kleuren. Dat is wel leuk. Dus die ga ik er eigenlijk een beetje onder aanbrengen. Zodat je eigenlijk een leuk overloopje krijgt, zeg maar. Deze zie ik al wel wat sneller opkomen, maar het mag van mij intenser. Ja, ik hou van intens. Op zich, ja, deze kleur doet het wel. Ja, wauw, ik vind het eigenlijk best wel leuk. Ja, dit vind ik wel heel leuk. Ik maak natuurlijk altijd een ooglook die ik zelf heel mooi vind. Hè? Je kunt zelf natuurlijk met zo'n palette gewoon heel veel combineren. En gewoon zelf de ooglook maken die je mooi vindt. Maar ja, ik doe gewoon even waar ik op dat moment een idee bij heb. En het zal misschien niet altijd matchen. Maar ja, het is gewoon puur van wat vind je mooi, denk ik dan maar. Ja, ik vind deze kleur niet verkeerd. We gaan het even met elkaar blenden. Zodat het een beetje met elkaar overloopt. Je ziet het geel wel wat meer verdwijnen nu hoor. Maar je ziet wel dat die roestkleur zeg maar een beetje de overtoon heeft. Ik ga hem niet te hard blenden. Want anders ben ik bang dat ik hem helemaal weg ga blenden. Dat je helemaal niks meer ziet van de gele kleur. Ik vind hem best leuk. Nou wil ik aan de zijkant, dus de buitenste ooghoek, wil ik deze roze kleur gaan proberen. Ik hou van roze, dus roze mag niet ontbreken. Ik ben wel benieuwd. Oeh, deze ziet er best wel intens al uit op de kwast. Zie je dat? Let's give it a try. Ik breng dat altijd een beetje stempelend aan. Zodat je niet te veel wegveegt zeg maar, van die lijnen die je net hebt gezet. Nou kun je het natuurlijk altijd wel weer een beetje terug aanbrengen. Maar ik vind het altijd een beetje jammer. Als dat heel erg wegvalt. Deze vind ik niet verkeerd. Deze zie je wel echt direct opkomen. Dat vind ik heel tof. Nou ja, deze vind ik leuk. Ik merk ook wel als je je ogen pruimt dat dat gewoon wat beter gaat. Ja, leuk. Ik vind hem leuk. Ja, ook deze gaan we een beetje uitblenden. Niet te veel. Maar even de harde lijnen eruit, zeg maar. Zo. Nou wil ik, kijk, op de binnenste ooghoek deze kleur gaan doen. Dit is een gouden kleur, die lijkt me ook wel heel leuk. Even kijken wat dat doet. Hij pakt goed op de kwast, dat is altijd fijn. Oh, wauw! Wauw! Ik had dat jullie het ook goed kunnen zien, maar ik vind hem mooi. Ja. Deze heeft heel weinig nodig, want je ziet hem echt direct. Hij komt al gelijk heel mooi op. Super tof. Wauw. Heel leuk vind ik hem. In de binnenste ooghoek en op het wenkbrauwbot ga ik deze kleur aanbrengen. Dit is een licht kleurtje. Die ga ik daar eventjes aanbrengen. Zodat het een beetje gehighlight wordt, als het ware.
Oh, deze zie je ook wel heel mooi. Deze heeft niet zo heel veel nodig. Dat we hem even een beetje strak trekken. Ja, heel leuk. Dan is dit de ooglook met paletten. Ik vind hem zelf wel heel geslaagd. Ik ga er eventjes een eyeliner, een oogpotloodje op doen en even mijn wimpers krullen. En dan gaan we de mascara uittesten. Zo, het zit er allemaal op. Dan gaan we nu door naar de mascara. Laten we allereerst even het borsteltje gaan bekijken, want dat vind ik altijd wel van belang. Oh, het is niet echt een borsteltje waar ik heel warm voor loop, zie ik. Want hij is van plastic en ik heb altijd liever een vezelborsteltje. Maar we gaan gewoon kijken wat het doet. Ik zal hem even... Ik ga hem even op de grond zetten, want ik kan niet en het dingetje vasthouden en de mascara aanbrengen. Laten we het proberen. Een hartje erbij. Altijd fijn. Ga weg. Ik zie wel dat hij mijn wimpers heel mooi separeert en dat vind ik al heel fijn. Ik vind het inderdaad niet heel verkeerd. Het is nou niet dat er een volume afkomt waar je u tegen zegt. Ik vind het wel een beetje een pijnlijk borsteltje, moet ik zeggen. Ik vind het niet heel verkeerd hoor, maar het is niet dat je denkt van wat een volume. Zo. De andere kant even. Ik pak hem even op, want dan moet er even een nieuw laagje op natuurlijk. Zo. Blijf staan! Goed zo. De separatie is echt wel heel mooi. Onderste randje even. Zo ziet het er dan uit als het helemaal af is. Ik moet zeggen, vind ik niet heel verkeerd. Maar echt volume zie ik niet heel erg. Maar ik vind het resultaat wel heel mooi eruit zien. Tja, ik ben er wel blij mee. Dan gaan we door naar het laatste product en dat is de Lip Glow. Deze is oranje. Ziet er wel heel tof uit, moet ik zeggen. Laten we hem even zwartje, of er al wat afkomt. Heel licht. Je ziet hem wel. Nou, laten we gewoon kijken wat het doet voor de lippen. Hij ruikt wel heel lekker, moet ik zeggen. Hij ruikt niet oranje. Op zich is dat niet erg. Hij wordt meer roze. Best mooi. Ja, ik vind hem best leuk.
Ik had wel verwacht dat hij echt oranje zou zijn, maar schijn bedriegt. Ik vind het roze eigenlijk wel heel tof. Ik vind het wel mooi. Ik ga mezelf eventjes verder even mijn haar doen en zo. En dan kom ik bij jullie terug om even de producten door te spreken. Ik ben getemd. Ik ben helemaal klaar. Laten we eventjes doorspreken wat ik nou precies van de producten vind. De highlighter, ik zie hem zeker. Maar hij heeft echt wel wat laagjes nodig. Ik denk dat hij voor een hele lichte huid wat minder geschikt is als dat je wat meer getint bent. Ik denk dat hij dan nog mooier tot zijn recht komt. Omdat het een beetje een gouden tint is. En ik vind bij een lichte huid is een koele tint mooier. Omdat je die beter tot zijn recht ziet komen. Ik vind hem overigens wel heel mooi en fijn. Maar je ziet hem niet zo heel goed tenzij je hem heel goed opbouwt. Het oogschaduwpaletten heeft me verrast. Want ik dacht bij de swatch, nou ik weet niet of dit wat wordt. Maar ik vind uiteindelijk de ooglamp die ik ermee heb kunnen maken toch wel heel erg mooi. Je moet de kleuren echt een beetje opbouwen en dan komen ze echt wel tot hun recht. Sommige kleuren zijn intenser dan de andere, dus de lichte kleuren zullen wat meer opgebouwd moeten worden. Maar desondanks ben ik er toch wel tevreden over. De mascara. Crazy Volume? Nee. Echt volume heb ik niet gezien. Ik vind hem desondanks niet heel verkeerd. Weet je, ik zie dat mijn wimpers heel mooi gesepareerd worden. Ik zie ook echt wel wat verschil. Ik zie ook echt wel dat mijn wimpers iets langer worden, lijkt het. Ze hebben wel een licht volume, maar het is niet dat je denkt van wow, ze springen eruit. Ik denk dat dit een keuze is waar je zelf zou moeten maken wat je ervan verwacht. Als je echt een mascara verwacht die echt je wimpers te laten uitspringen, zou ik deze laten liggen. Maar ik vond het resultaat toch niet heel verkeerd van deze mascara. De lip glow, die vind ik heel verrassend, heel leuk. Ik had een oranje kleur verwacht, maar ik vind de kleur wel heel leuk. Hij wordt steeds intenser bij mij. Mijn pH-waarde in mijn lippen is gewoon best wel hoog en dat zie ik gewoon terug. Dus ik zie echt de kleur heel mooi tot z'n recht komen. Dat vind ik echt heel erg leuk. Dus desondanks ben ik wel weer tevreden over deze trendeditie van Essence. Ik weet niet tot wanneer deze precies in de winkels ligt. Dat is ook natuurlijk op is op. Online is die sowieso nog te koop. Maar er komt ook alweer een andere trendeditie aan. En die is ook in juni aangekondigd. Dus het overlapt elkaar een beetje. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of jij misschien ook naar deze film toe wilt gaan. En of je deze collectie zou willen aanschaffen of dat je denkt ik skip hem. Laat het vooral even weten in de comments. Ik hoop in ieder geval dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op die rode button op mijn kanaal. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra ik een nieuwe video heb geüpload. Vond je deze video leuk? Dus zeker even dat duimpje omhoog. Voor nu wil ik je bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doei!